deze top zag ik hangen en ik dacht, wow, is cool. Maar, oh wow, I'm poor, so... I mean, oh my god. En ze zei, dit vond ik echt perfect, Lois. Ik ben weer bij jullie op de buis. En vandaag heb ik een ouderwetse video voor jullie. Namelijk een shoplog. Ik ben laatst jarig geweest. En ik heb zelf wat spullen mogen uitkiezen bij Weekday. En bij My Jewelry. En het zijn gewoon hele leuke dingen die ik met jullie wil delen. En laten we maar snel beginnen. Want het is best wel wat. Ik ga hier gewoon de spullen aan jullie laten zien. En dan heb ik zo meteen ook eventjes een try-on momentje. Want de Weekday items heb ik nog niet gepast. Anyways, ik ben dus jarig geweest. Ik ben 21. Wow, oh my god. Feeling not very mature. Ik heb van mijn zus en haar vriend deze gekregen. En ik zag deze toevallig toen ik met mijn zus in Amsterdam was bij Urban Outfitters hangen. En toen dacht ik, oh my god, I like that. En toen kwam mijn zus met het meestelijke idee om deze aan mij te geven. En ik ben er echt heel erg blij mee. Ja, het is niet een fanny pack. Hoe noem je het? Een klein tasje. En het heeft twee vakjes. Een voorvakje en een hoofdvakje. Fijn dan zeg maar een klein tasje is dat je gewoon gelimiteerd bent. Dat je er maar zoveel in kan doen. De prijzen die ik kan vinden zal ik in beeld zetten. Ik weet niet zeker hoe duur deze is, want ik heb hem dus gekregen. Het lieve van mijn zus en haar vriend was dat ze mij ook nog een Urban Outfitters giftcard hebben gegeven met 30 euro erop. Dus daar heb ik al iets van gehaald, maar natuurlijk. En dat zijn deze twee topjes. Bij mijn zus had al deze ook een keer aangewezen. Volgens mij heeft ze die ook. En toen dacht ik al van, oh my god, dat is gewoon super praktisch en leuk. En één zo'n topje is 20 of 22 euro. Ik heb hem in het wit gehaald. Een beetje gebroken wit zie je ook wel zo hier het verschil. En in lila. Deze is maat M en deze is maat S. Dus dat is wel jammer. Maar deze was niet in een andere maat. En deze zit ietsje strakker. Maar ik dacht, oh wel. Ik vind deze kleur ook gewoon heel leuk. Dus bij elkaar was het 44 euro. Maar ik ben er wel heel blij mee. Want ik weet dat ik dit gewoon vaak ga dragen. En dat het gewoon heel chill is. Een paar dagen voor mijn verjaardag ging ik ook naar de stad met mijn moeder en mijn zus. En toen kwam ik deze top tegen. En dat is een beetje een inhakertje van waarom ik nu ook Weekday producten heb ontvangen. Of kleding heb ontvangen. Ik heb dit topje zelf gehaald bij de Weekday store in Amsterdam. En deze top zag ik hangen en ik dacht, wow, is cool. Maar, wow, I'm poor, so... We gaan door met het leven. Maar toen zat ik toch weer eventjes te kijken en dacht ik, ja, ik wil dit toch wel gewoon passen. Because I love it. Dus ik had deze gepakt. Ik heb hem gepast in de zaak. En toen dacht ik, ja, shit. Ik vind dit echt fantastisch. Ik ga dit niet zo snel vinden ergens voor mijn idee. En dat was 30 euro. En met excuus, ik doe dit aan naar mijn verjaardag. En dan heb ik een leuke verjaardag outfit. Jee. Dus ik had die gehaald. Heel erg blij mee. Ik had de dag zelf al meteen ook van inspo fashion post geplaatst. Van wow, cool. Kun je combineren dit en dat. En gewoon Weekday getagd. Omdat ik, nou ja, het daar vandaan had. En toen kwam ik bij Monki een perfect matchende rok tegen. Misschien niet 100% perfect. Maar wel 95% perfect matchen met deze top. En toen dacht ik, fuck. Het is een wikkelrok. En dat was ook 30 euro. Dus een outfit van 60 euro. Nou, is voor mij doen best wel prijzig. Want het was ook niet een halve dag later. Het was gewoon, we gingen na de Weekday meteen door naar de Monki. En toen zag ik hem hangen. En toen dacht ik, wow. Sick. Dus ik ben heel erg blij met de outfit. Het enige wat ik wel jammer vind aan de rok is dat hij voor een hele hoge split heeft. Als je gaat zitten, dan gaat het natuurlijk een beetje naar buiten. Dus het is gewoon minder praktisch. En ik ben een praktische drager van hart. Dus daardoor zal ik deze waarschijnlijk minder snel dragen. Maar het is gewoon wel een hele mooie outfit om te hebben en om naar een evenement aan te trekken als je er even wat mooier uit wilt zien bijvoorbeeld. En het toffe daaraan is dat ik dus gecontact werd door het PR-bureau van Weekday met de vraag of ik items wilde uitkiezen om te ontvangen. En ja, tuurlijk wil ik dat, want het is een super tof merk. Dankjewel Weekday voor de items die ik heb gekregen. Ik ga ze zo meteen laten zien. Naast dat heb ik nog iets anders gehaald en dit was eigenlijk gewoon een jurkje bij de H&M die ik voor mijn verjaardag ook al had gespot. En ik wilde heel lang een leuk panterprint jurkje. En dit is 20 euro bij de H&M. Dus ik dacht, it's a great time to buy a panterprint jurkje. Het is een omslagjurk. Ook vooral chill vind ik zelf voor in de zomer als je naar het strand gaat. Of als je lekker, weet je, een beetje luchtig. Dan heb ik ook van My Jewelry ineens een paar dingen gekregen. Daarvan dit wereld. Oorbelletje. Ook deze was ook toevallig. Ik had voor mijn verjaardag ook een kortingsbon giftcard online, zeg maar, gekregen van Manouk, vriendin. En ook dit armbandje, een schelpjesarmbandje, wat gewoon heel erg cute is. En van die bon heb ik een heel leuk topje besteld. Dit topje was volgens mij
15 of 20 euro. En ik had hem echt de dag besteld. En de volgende dag was hij echt meteen al binnen. Wat ik soort van gewoon wel amazing vind. Dat was echt heel snel. Het is ook een hele leuke verpakking. Dus dit heb ik niet gekregen van My Jewelry. Maar gewoon zelf gehaald. Thanks Manouk. Because I like it. Dit is het topje dat ik heb uitgekozen. Ik zag ook een hele leuke baret. Panterprint. En hele leuke oorbellen en dingen en zo. Toen dacht ik, nou ja, ik haal zo vaak als accessoires. Misschien is het ook leuk om gewoon een leuk zomerstopje te halen. Het is dus een beetje gebreid. Je kan een beetje doorheen kijken. Het heeft gewoon hele leuke schattige... Ja, niet echt mouwtjes, maar je snapt wat ik bedoel. Nu heb ik dus ook van My Jewelry ook wat ontvangen. Want toevallig dat ik dit ontving, kreeg ik ook een DM of een mail van My Jewelry of ik accessoires wilde uitkiezen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb dit oorbelletje gekozen. En ik heb twee statement oorbellen uitgekozen waar ik heel blij mee ben. Dit is daar één van. Gouden mega statement oorbellen. Ik vind dit gewoon heel tof. Het is even net extra aan je outfit. Deze waren volgens mij 15, ook tussen de 15 en 20 euro. En die heb ik dus gekregen, dus daar ben ik echt heel blij mee. Deze heb ik nog niet uitgepakt. Deze waren 20 euro. Dit zijn ook statement oorbellen. Een beetje met een parelmoer glans effect. Dit heb ik gekregen van Brittany, vriendinnetje van mij. Brittany zei altijd maar van, ja shit, je had eigenlijk al zo'n tas. Ik heb deze tas had ik gekregen van Haren. Toevallig. Het is gewoon dingen die je krijgt. Daar kan ik niks aan doen. Gewoon heel leuk. Maar deze had ik dus gekregen. En dit is ook echt wel... Ik vind het ook een hele fijne tas, by the way. Want ik had nog niet zo'n tas. Ik wil altijd fanny packs of rugzakken. Maar niet een soort tussenvariant. En hij is gewoon vet mooi. Ik heb dus ook nu deze wel een fanny pack in deze kleur. Nou, top. En als laatste van Brittany heb ik... deze bril gekregen, wat echt gewoon top is. En het nog mooiere ervan is dat ik dus nu deze top heb. Dus I mean, dat is toch top. Nu heb ik als laatste hetgene waar ik heel blij mee ben. Ik heb van Sabrina voor mijn verjaardag een Walkman gekregen. En dat is zo'n ding, jawel, waarmee je cassettetapes kan afspelen. En ik hoor allemaal mensen al zeggen van, hoezo, waarom, blablabla. Nou, gewoon omdat ik dat leuk vind. Ik heb nu al een paar cassettetapes. Ik ken deze artiest niet eens, maar was 2 euro vintage en hij is alweer ook gewoon uit elkaar gevallen. Maar ja, hè? Oude dingen vallen uit elkaar. Wat doen we eraan? Niks. En dit is Little Richard. En wat me echt soort van opviel is dat hij, zeg maar, alle nummers zingt hij gewoon over een meisje. Dus je hebt Lucille en dan Good Golly en dan Miss Molly en dan Ready Daddy en dan Jenny Jenny. Maar ik vond het heel grappig. Gaan allemaal over een bepaalde naam. Een meisje met een bepaalde naam. Ik heb ook My Indigo gehaald. Cassettes zijn er gewoon niet meer zo vaak. Dus ik dacht, weet je, ik probeer deze gewoon uit. Het is de zangeres van Within Temptation. Dus hij heeft gewoon echt een hele mooie stem. Dus deze heb ik ook gehaald. Twee favorieten van mij zijn de Awesome Mix Volume 2 van Guardians of the Galaxy. En het album Youngblood van 5 Seconds of Summer. I mean, oh my god. Ik vind het gewoon echt top. Hierachter is gewoon van precies perfect van de film. Ik ken een aantal nummers van deze. Ken ik nog niet. Ik ben echt, ik hou van dit hele album nu ondertussen. Ik wil ook natuurlijk graag, heel graag, heel graag Volume 1. Alleen deze was 20 euro. Dus best wel duur. De eerste kon ik niet vinden op bol.com. Dus ik moet even nog een keer op zoek gaan waar ik die wel vandaan kan halen. En 5 Seconds of Summer. Ik wilde eigenlijk altijd ook nog meer andere artiesten waarvan ik een beetje wel wist dat ik ze gewoon heel tof vond opgezocht. Maar niet iedereen. Maakt natuurlijk cassettetapes. Maar 5 Seconds of Summer did. Ik heb niet vaak dat ik een album van eerste tot laatste nummer fantastisch vind. Eén nummer minder fantastisch. En iedereen haat me daarom. Ghost of You. Maar de rest van het album vind ik echt helemaal top. Dus ik dacht, ja, I need this. En hij is ook gewoon echt heel erg satisfying hoe deze eruit ziet. Dit is... de cassettetape. Dit is dus die van Guardians of the Galaxy. En dat je dit dan ergens gewoon leuk kan neerzetten. En het ziet er mooi uit. En ik kan ook gewoon lekker muziek er oprecht uit van luisteren. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Oh ja, nog mijn laatste item dat ik van een vriendin heb gekregen. Van Jasmijn. Jasmijn is echt een van mijn beste vriendinnetjes. Ze is een hilarisch mens. Ik hoop dat iedereen een Jasmijn in het leven heeft. Want het maakt de dagen wat leuker. En zij had een fantastisch ding voor mij gekocht. Namelijk dit shirtje. En ze zei, dit vond ik echt perfect, Lois. En ik vind dat ze gelijk heeft. Ik heb toevallig echt gisteren iets ontvangen met een beetje dezelfde kleur. Offshoulder. Het is mooi en ik vind hem echt heel leuk. Dus ik ben hier ook heel blij mee. Ik heb hem ook lekker voor in de zomer. Nu heb ik als laatst de weekday items die ik heb ontvangen. Ik was heel schattig. Eigenlijk vond ik wel. Ik had gemaild dat ik een broekje leuk vond. En toen kreeg ik later een mailtje van, oh ja, er is trouwens ook een bijpassend shirtje bij. Of topje bij. Wil je die ook hebben? Dit en dat. Dus ik heb nu ook weer een setje. En oh mijn god. Kan ook weer samen, hè. Deze kan er ook leuk op. Maar in ieder geval een leuk broekje. Effe broekjes. Korte broekjes heb ik niet zoveel. Dus dat vond ik ook überhaupt praktisch. En daarbij is dat dit topje. Het is gewoon wat gewoon een heel leuk zomerstopje is. Ik ben heel benieuwd hoe dit
dit gaat staan. Ik heb nog niet zo'n setje als dit. Dus deze heb ik gekregen en ik ben echt heel erg benieuwd hoe ze eruit gaan zien. Daarbij heb ik een kimono ontvangen en ik vind deze echt prachtig. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat staan. Voor de mensen die niet weten wat een kimono is, het is een soort van een badjas, maar dan mooier. Wijde mouwen, het zijn niet hele lange mouwen. En een split aan de zijkant en je kan hem vastbinden met deze. Nu had ik op Instagram laatst mijn story een poll gedaan over twee bikinis. Een gele bikini en een lila paarse bikini. Want ik twijfelde, want ik vond ze allebei gewoon heel mooi. Dus dat was een beetje 50-50 volgens mij. Dus ik dacht, weet je wat, ik stuur gewoon allebei door naar Weekday in de mail. Want heel vaak als je zeg maar items kan uitkiezen, dan is er toch wel de helft out of stock. Dus dan dacht ik, ik laat hun gewoon die keuze maken en ik zie wel wat ik ontvang. Toen zei ze, ja, is goed, je krijgt ze gewoon allebei. Dus ik heb allebei de bikinis binnen. En ze zijn allebei echt heel mooi. Ze lijken op elkaar, maar ze zijn ook net even anders. Dit is de lila bikini. En met het broekje. Met dit broekje. En dit is de gele. Het verschil is dat deze ook nog op de band. En ik weet niet of je het goed ziet. Maar er staat, the sun is on fire. Allebei de kleuren zijn gewoon heel mooi als je zeg maar echt lekker een tan hebt. Dus dat is echt top. Dit broekje is wat hoger. Dus een ander model dan dit broekje. Deze is wat normaal. Ik ga dus nu eventjes de weekday items aanpassen. Ik ga beginnen denk ik met het setje. Dus het witte broekje en het witte topje. Je had die ook in het zwart en volgens mij ook met een printje of iets. Ik vind wit dan toch leuker omdat je zeg maar dan lekker bruin overkomt, weet je wel. Ik heb hem in maat 38 gehaald, dus ik hoop dat dit gewoon mooi staat. Ik zal zo meteen even een vol shot maken voor jullie. En hij, ik schat mezelf soms kleiner in dan dat ik soms ben. Maar hij zit eigenlijk best wel mooi, dus dat is top. Dit wordt... Ik dacht heel even dat hij niet dicht ging. Hij gaat wel dicht. Ik moet even wennen dat hij wat wijder uitloopt, laat maar zeggen. Oké, jongens, dit is de outfit. En ik weet niet of je mijn ondergoed nu er doorheen ziet, maar ik denk natuurlijk wit ondergoed is het beste. Ik moet echt even wennen aan hoe dit model zit. Omdat het zo wijd zit, ik meestal wel dat hij dan strakker zit. Maar het is eigenlijk best wel leuk. Hier zit hij een beetje strak. Maar aan de andere kant sluit hij wel gewoon prima aan. Ik vind het echt een hele leuke zomeroutfit eigenlijk. Misschien kan ik ook een andere BH eronder doen of geen BH. En ik vind vooral dit broekje. Ik zat eerst van, hoe zal dit broekje zitten en hoe zal ik hem vinden, zeg maar. Maar ik vind het eigenlijk wel heel leuk. En ik kan hier het corset topje op doen. Die ik dus al zelf had gekocht met het broekje. Matcht het eigenlijk wel heel leuk. En vind ik deze outfit eigenlijk ook bijna misschien nog wel leuker dan het topje dat erbij hoort. Maar chillen is dat ik dus nu gewoon kan zoveel dingen met deze broek doen. En dat andere topje kan ook weer heel leuk op een flared pants of op een andere broek of een andere rok. En ik heb de kimono. Deze kimono voelt heel fijn. En ik kan niet zo goed uitleggen wat voor stof, maar het voelt gewoon heel fijn en zacht. Er zit een soort shimmer voor mijn gevoel in. Een hele subtiele. Dit is dus de kimono. En wat ik al zei, ik vind dit persoonlijk gewoon echt wel heel leuk. Bij bijvoorbeeld al gewoon dit setje. Stel, ik ga een dagje op mijn vakantie naar buiten en het is heet, maar er is toch een wolkje. En ik heb bijvoorbeeld deze outfit aan. En je loopt in de knallende zon de hele dag. Dan is het heel fijn dat je dit hebt om aan te trekken. En ik vind het gewoon heel stijlvol. Ik vind het echt heel erg mooi. Nu had ik soort van gehoopt dat de mouwen iets langer waren. Maar op zich, waarschijnlijk hoort dit gewoon. Oké, ik heb dus nog als laatste deze twee bikinis. De kleur alleen al. En ik ben heel erg benieuwd. Oh my god. Oké, jongens, ik heb de bikini aan. Ik heb de paarse eerst aangedaan. En hij zit heel mooi. Ik heb nu al het gevoel alsof ik een beetje meer tan heb dan normaal. Ja, dit is wel chill. Als ik ga tannen, dan doe ik hem meestal zeg maar mijn schouders bloot. Dus dat is ook best wel makkelijk. Ik vind dit oprecht echt een mooie. Bril matcht niet perfect, maar hoe leuk is dit? Dit is toch top? Ik zou echt adviseren voor vakantie zelf, zeg maar, dat je zo'n jurkje meeneemt. Is dit heel fijn om ook gewoon naar het strand aan te kunnen doen, zeg maar. Ja, nu is natuurlijk de bikini die je eronder ziet niet het allermeest fashion. Het is wel gewoon praktisch. Maar je kan dit heel makkelijk gewoon aandoen. En als je dan naar het strand gaat, dan doe je deze weer eventjes zo aan. En dan ga je even een ijsje halen. En bikini eronder. En dan kan je meteen uitdoen. En dan ben je ready om te gaan zonnen. Dus dat is dat. Dan heb je ook meteen eventjes die jurk gezien. Deze zit ook echt mooi. Dat vind ik ook heel fijn. Ik ben ook maar gewoon af en toe onzeker over mijn lichaam. Omdat ik gewoon niet veel borst heb. Niet veel kont heb. Maar aan de andere kant voel ik me wel gewoon echt wel mooi in deze bikini. Dus dat vind ik fijn. Ik ga nu nog eventjes de gele passen. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat staan. I'll see you later. Oh my god. Ik kan het ook gewoon gemengd met elkaar dragen. Geel en paars. Oh, het is al duidelijk.
Deze is iets spannender dan die ander. Ook al is het nog niet eens heel heel heftig. Want met de sun is on fire. En een wat lagere rug. En het broekje vind ik moeilijk uit te leggen wat er nou precies anders is. Maar hij zit wat hoger. Of ik trek hem in ieder geval nu wat hoger. Want ik vind dat er wel tof uitzien. Ik vind het eigenlijk wel heel vet. En wat ik net heel kort liet zien. Je kan gewoon of een topje met een ander kleur broekje doen of andersom. Want zeg maar het zijn allebei pasteltinten. Dus ik vind dat persoonlijk wel de cool uitzien. Ik ga even kijken hoe hier bijvoorbeeld die kimono bij staat. Dit is toch top jongens. Ik vind het heel cool. Ik ben er zo blij mee. Oké, jongens. Ik hoop dat jullie het een leuke shoplog slash try-on vonden. Het is een tijdje geleden dat ik het heb gedaan. Dus ik vond het ook wel weer leuk om er een beetje over te kletsen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me even weten in de comments wat jullie favoriete item is. Doe de duimpjes omhoog, want dat vind ik altijd leuk om te zien. Bevestigend dat jullie het leuk vonden natuurlijk. Dan zie ik jullie snel weer. Doei!